Dan bedoel ik met name over de Sinterklaasintocht in Almelo, die dit jaar niet doorgaat. Wat vindt u daar nou van? De sneu. Dat is heel sneu, voor die kinderen met name. Hè? Ja. Dat er geen Sinterklaas is, dat wil je niet. Ja. Dat is iets wat elk jaar is. Ja, voor de kinderen vind ik het heel erg jammer. Maar ja, de regels of het leven is op het moment even heel anders dan anders. Dus Nou, ik vind het heel jammer. Want er wordt al zoveel weggelaten en de mensen hebben allemaal toch wel een beetje aan elkaar gedacht. Ja. Ik vind gewoon van dat die Sinterklaas toch op een of andere manier toch door de stad kan rijden. Desnoods niet met de boot, maar gewoon in de auto, net zoals de paus. Ja, een beetje jammer hè, dat zo verpest moet worden eigenlijk. Ja, ik heb er toch wel echt een redelijk uitgesproken mening over. Ik ben er toch zwaar van overtuigd dat onze cultuur moet blijven. Dat eigenlijk mensen die daar een andere mening over hebben, natuurlijk is prima, maar ik vind niet dat het ons afgepakt moet worden. Ja. Voor de kinderen vind ik het dus wel heel erg. En dat zal zijn vanwege de corona. Maar als u vraagt van waarom houden ze dat niet meer, of dat ze het zeggen hebben voor het zwarte of dat witte, dat vind ik heel erg. Dat, wij zijn hier niet meer in Nederland, vind ik niet. Ja, wat moet ik daarop zeggen, joh? Ik bedoel, het is voor onze kinderen, het is voor alle kinderen. Ook voor buitenlandse kindjes, het maakt niks uit. Die vinden dat ook leuk als Sinterklaas. En prima als ze niet helemaal meer zwart-wit zijn, dan krijgen ze drie kleuren. Vind ik ook allemaal prima, hoor. Maar wel een beetje de traditie erin houden, hè. Anders hebben we straks, laten we eerlijk zijn, over een paar jaar hebben we niks meer. Van. Ja, ik vind het wel jammer voor de kleine kinderen die het nog leuk vinden en... die ervan houden en zo. Heeft u al nagedacht over hoe u dit jaar Sinterklaas gaat vieren? Maar we willen dat wel gewoon vieren, want ja, het is een kinderfeest. Dus ik vind het wel belangrijk dat dat soort dingen gewoon door kunnen gaan. Ja. Misschien een aangepaste vorm, maar geen Sinterklaas. Ja. Nee, dat vind ik ook een doodsteek naar het Sinterklaasfeest. Ja. Zeg. Ik denk dat het gewoon ook heel lastig gaat worden om mensen op afstand te houden van elkaar. Omdat het toch een feest is waar je bij elkaar komt. En waar iedereen toch zich verheugt op de komst van Sinterklaas. Ja. Daarom zeg ik, net als ze zijn postmobiel gewoon niet echt laten merken van dat hij komt. Maar dat het toch gewoon spontaan hier door de stad rijdt. In mijn mening zou het eigenlijk gewoon door moeten gaan. Nou, en als mensen het niet willen, dan moet je er ook niet in gaan. Als het is voor één keer overslaan, dan is het dus, dan zeg ik dat is goed. Maar als het helemaal weg zou blijven, ja, dat weet ik gewoon niet. Ja, ik vind het gewoon verschrikkelijk. Laat ieder land zijn traditie hebben, weet je. En tuurlijk moet je tegen racisme zijn. Ik ben ook tegen racisme, ja. Hè? En dat is ook niet leuk allemaal. Maar we kunnen toch niet alles van ons af laten pakken. Ik bedoel, straks hebben we niks meer. Straks gaat de kerst gaat ook weg. Ja, oudjaar gaat ook weg. Alles gaat weg straks. Ja, ik vind het dan ook geen Nederland meer, hè.